En hallo allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van Modded Minecraft met uw gastheer, maker Tim. Yay! Ik weet niet, ik wil die helm eigenlijk niet opdoen. Ik vind het ook behoud een lelijke helm. Dus enigszins wil ik hem wegdoen. Aan de andere kant, ik heb wel protectie nodig. Maar ik heb nu natuurlijk weer een plek voor mijn chestplate, dus we gaan de chestplate eventjes snel in elkaar gooien. Zo. Ik wil graag één mars brons. Daar. Zo, zo. Dan krijg ik als je toe het brons. Nou, het werkt nog steeds. Geen idee. Maar ik wil graag een brons pakje van Mechanism. Damn it. Mechanism maakt niet de mooiste armor. Ah, whatever. Het ziet eruit als boter. Dus, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Ik ben lekker bezig met vliegen en zo. En Pier is net weggegaan, dus ik ben weer alleen. Oh. We hadden maar de tijd voor één aflevering vandaag. Oh. Maar net is nog niet een, dus om niet te danks dingetje goed genederlands, wil ik verder gaan. En het eerste wat ik wil gaan doen is... Ik zou toch zweren dat het... Dit recipe was. Of is het met... Oh, het is brons. Oeps. Loop te slapen. 6, zo. Wat ik wil gaan doen is alle icy 2 dingen die we hebben gemaakt de vorige aflevering moet ik even verplaatsen. Oep. Please geef me de goede spullen terug. Yes. RNGesus is in mijn favor. Want ik heb hier, wil ik eigenlijk de power ram... Kun je dat ding... Pickaxe, oké. Okay. En eigenlijk... Yes, alles. Want ik wil deze ruimte wil ik bewaren... Wat zeg je, stacht? wil ik bewaren voor energiegeneratie. En... Kijk. Ik wist dat het om de hoek zat. Enigszins worrying dat dit... Drie ertussen en een blok. Drie ertussen en een... 1, 2, 3. Whatever. Ik wist het wel. Zo. Dus als ik hier deze kabels leg. Wat raar dat er trouwens geen lightning onder zit. En dan hier de macerator. Ja, dat is een goede Tim. Wil ik dit nog steeds zo houden? Voor nu. En de extruder lekker ver weg. En dan wat copper. Wires maak. En ik haat dat je niet kan shift klikken in deze inventory. Shift klikken is zo fijn. Als je dan dit doet. 1, 2. Wat is trouwens. Oké, de los is voor mij. Ik weet niet. Ik heb geen idee hoe energy los precies wordt berekend. Heb ik nog deze tin cable? Als het goed is. Of is Pier daarmee uitgelogd? Oh. Oh nee, hier. 20, 20. Kopper. Oh, het is allemaal 20. Het moet allemaal geen reet. Wat jammer. Zit er trouwens nog energie in die dingen? Of verliest dat breken? Dat verliest bij breken. Dat is jammer. Dan voor nu gewoon de insulated tin. Voor nu. Eventjes tijdelijk. Hoppakee. En dan even snel een generator aan vasthangen. Zo. Zodat we aan deze kant alle machines hebben. Net aan genoeg energie. Kom op. You can do it. Dus dat we hier alle machines plaatsen. En dat we aan de andere kant de generatie houden. Zo probeer ik dat een beetje hè, mooi te houden. En op deze manier krijgen we net genoeg. Zo. Ik ben er wel verder mee hoe IndustrialCraft werkt. Ik vind het echt super fancy gedaan. Ik snap er veel meer van dan ik het eerst deed. Nou, oh, waarom... Oh, omdat ik tint gebruik, denk ik. Dat er maar 32... Ik heb geen idee. Ik heb geen idee waarom dat maar werkt. Ik zeg net dat ik de code heb doorgelezen en ik snap niet helemaal... Oké, okay. Maar ik ben er meer achter hoe dit powernetwerk werkt. En het werkt in packets in plaats van... Een vloeistofsysteem. En dat systeem snap ik eindelijk. En het is verdomd fancy. Oh, alles zit gewoon vol aan die kant. Lol.
Dus ja, het eerste wat ik wil gaan doen is electric furnaces maken. Op zijn minst voor hier. En ofwel misschien Masonrader en dan furnace. Ik denk dat ik dat ga doen. Een electric furnace. Dat kost een iron dingetje. Oké. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst een metal former. Metal. Dus dat ik dan dit doe. Als voorbeeld. Hebben we hier coal, lignite. Eentje verder. Oep. Oep. Oké. Dan hebben we op zijn minst de fuel bricks in plaats van dat ik de hele tijd hout loop te verbranden. Zo. En hier hou ik van hout verbranden, want efficiëntie. Hoewel, eigenlijk ook dat je eerst deze stomme lignite brandt. Whatever. Lignite verbrandt 6 items. Het is best wel nice als je erover na gaat denken. Want normaal verbrand je altijd net even. Zit je net niet lekker in het brandschema. En 6 is wel beter om mee te rekenen. Dus ik vind het makkelijker dan 8. Op een of andere manier. Whatever. Dus Masonrader kun je dan laten outputten in die furnace. En dan heb je een furnace voor zelfgebruik ofzo. Ik weet niet precies hoe ik dat ga doen. Maar ik wil allereerst een metal former. Dat ding. En dat ding kost. Sure. Maar trouwens. Oh wacht, ik kan het zien. Elke keer wanneer ik F10 druk, voor mij heb ik al gezegd, dan verdwijnt al mijn mana bij mijn manaband. En dat werkt dus echt gewoon volledig niet meer dan. Dat is jammer. Bijvoorbeeld als ik heb geschoten met mijn living bow. Daadwerkelijk regent hij niet. Pas als ik F10 doe, dan regent hij weer. Het is raar. Either way. Trouwens, waar zijn nu mijn. Oh, die zit natuurlijk ook. Oh, dat is stom. Mijn tijverwoorden zijn dan ook weg. Dat is stom. Dus ja. Nieuwe ondervindingen. Ik ging maken de metal former. En dat kost veel koper. Doodip. Trouwens, als ik naar options. Nee, achievements ga. Industrial Craft 2. Ja, ik dacht al. Ik moet eerst een generator maken voordat ik de achievements wil krijgen. Misschien wil ik dat wel doen. Generator van Industrial Craft. Wat heb ik nodig? IJzer. Altijd heel veel ijzer. Ik heb echt heel veel gemijnd de afgelopen tijd. Blij ermee. Huppakee. Rip. Whoops. Sticks. Voor nieuwe hammer. Hammer time. Tin. Laat mijn jetpack niet om. Dat gebeurt ook eens. Wat wil ik doen? Ik wou een generator maken. Dat heb ik nodig voor. Tin. Tin. Dat is. Dit. Zo. Ja. Ik weet het wel uit mijn hoofd hoor. Don't you worry. Don't you worry, don't you worry, child. Waarom doet hij dat ook eens? Die. Die. En een furnace. Pff, heb ik gewoon. Doet die even. Overigens pak ik dan mijn tree tap even uit de chest weer. 3. Het is dag, want ik kan vliegen. Niet voor lang. Het is dag, want ik kan vliegen. Stort neer ondertussen. Damn it, het is niet meer dag. Het is geen dag die je normaal alleen in films zag. Het is geen dag die je. Ah. Kijk, dit is een super chille boom. Die er 2 heeft. Oeh, dat was chill. Blink, blink. Wacht. Weet ik deze plek uit mijn hoofd te vinden? Die plek die zit. Daar. Ha. Bijna goed. Even nog de ijscream met pier opeten. Kom op. Ijscream is lekker, niet klagen. Dus dan extractor. Eerst slapen doen. Damn it. Dat scheelde ook echt helemaal niks.
Ik had bijna verwacht dat er stond Tim has slept. Dus ja. Die. Ik vind het eigenlijk echt heel chill dat ik daar al die dingen in de grond heb gestopt. Super chill. Generator en ik had kabel. Niet dat we het nog nodig hebben. Maar alsnog is het fijn om te hebben. Zo. Hoppakee. Dat is interessant hoe dat werkt. Hij ontvangt telkens net iets meer. Oké, whatever. Dus een metal former. Oh ja, de metallic infuser. Wat, had ik deze niet gesloopt? Een van die twee had ik gesloopt. Ja, hier. Metallic infuser. No recipes. Ik dacht dat ik deze ook had gesloopt. Oh nee, want die had nog een... Die had nog een recipe use ding. Dus ja, recipes sloop ik af en toe. I hate you all. Die. Dat is grappig dat hij dat dan wel door heeft dat ik dan die nodig heb. Oké. Okay. Ik ben afgeleid. Hoep. Hoep. Die. Een iron. En. Ik pak gewoon nu even een stack redstone, want ik ben lui. Dus op zijn minst stap 1. Stap 1. Twee van die toolboxen. Dat zijn brons en dat is twee keer gehamerd. Oh, ik heb niet heel veel. Zo, twee keer gehamerd. Oké. Ik heb meer nodig, bedenk ik me nu. Zo. 10. En een chest. Die heb ik ook. Geen probleem. Hierin kun je trouwens volgens mij je tools in stoppen. Trouwens, is het Ore Dictionary Chest? Zeg alsjeblieft. Nee. Het is hardcoded deze chest. Dat is een beetje jammer. De hik. Stop, Tim. Goed zo. Twee toolboxes. Een basic dingetje. Hoppakee. 8. Oh, ik had er blijkbaar al meer. Oeps. En dan, wat hebben we nog meer nodig? En die coils. En dat is gewoon koper. Chill. Dat is koper. Zo. En dan de coils. Wat een crafting. En dan de metal form. Nee, is een... Oké. Ik mis voor mijn gevoel nu achievements. En ik wil graag achievements. Ik wil graag opscheppen bij de rest van de server. Damn it. Seriously? Mine tin, die is gebroken. Build a macerator. Epic squeezer. Build a compressor. Wat? Die from a nuke you have placed. Dat is best awesome. Dat is een achievement. Dat is een achievement die je niet elke dag ziet. Die from a nuke that you have placed. Wat? Ik heb iets meer nodig. Af en toe hoor ik het. Ik weet niet of jullie dat ook horen. Het is niet heel fijn geluid. Zo. Gewoon alle rubber. Puur omdat we het kunnen. Ik weet uit ervaring dat mobs kunnen spawnen daar. Uit ervaring. Metal former. Toef.
En die krijgt een beetje stroom. Mooi. Is de Metalformer nog steeds tier 1? Oh. De Metalformer die doet eigenlijk dat al dat hamerwerk wat we net zelf hebben gedaan. In één keer. Dus hij heeft extruding mode. Voor mij dat was een recipe knop vroeger hier. Als je erop klikte. Is vrij zeker van. Maar ja, dan krijg je dus in één keer. Jezus. Dat is niet het item wat ik wou doen. Kunnen we hier iets mee? Early game? Don't think so. Ja, en dat. Oep, doei. Kost maar 1 iron. Dus ja, je kan het meteen al laten. Dat wil ik laten zien. Het is gewoon de plate die dit één keer doet. En wires en extruding. Ik weet niet precies. Maar ja, dat ding is dat. Dat doet al het werk voor je. Kost je geen hamers meer. Dus nu we dat ding hebben. De furnace. Electric furnace. Dus Arwen met 5 plaat. Een furnace. Allebei alsjeblieft. Wat zat er in die tweede? Geen idee. Overigens, niet vergeten je pattern chest naast je part builder te bouwen. Super handige combo. Super handig. Want daarna kun je meteen dit doen. Haalt hij het hier uit en stopt hij het meteen weer in. Super chill. Even denken. Ik wil de Iron Furnace. 2 stuks. En dan 2 keer dat kring. Kopper. Even die opruimen. Ik wil kopper. Ik denk 10, gok ik. Dat ik daar genoeg aan heb. En dan. Kutting? Zat een metal. Macerator, compressor, metal former. 3 in minnetje. Ik denk dat dit het is. Niet? Moet je het eerst rollen en dan mag je wat doen? I don't know. De hele tijd heel zachtjes die van de generator op de achtergrond. Of is het meteen extruding? Krijgen we er zo meer uit? Even checken. Zo krijgen we er 2 uit. Maar krijgen we er zo 3 uit. Either way. Ik heb ze nodig, dus geef het me. 3. Oké, we doen het zo. Pff, geen vragen zo. Hoppakee. Ik wil graag van. Oh, die. Van de categorie. Industrial Craft. De Electric Furnace. Hey! Electric Furnace, check. Dus we hebben Macerator. Electric Furnace, alles lekker op energie. Super chill. Dat. Ik wil er graag een tweede voor. Die. Oh. Zo blij dat het niet dropt op de grond. Zo, 2. En ik weet dat al deze machines mogen nooit tegelijkertijd aan. Bla 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 bla. Maar dat maakt me nu niet uit. Het gaat erom. Ik heb 2 furnaces. Allebei kun je eens overklokken en zo. En je hebt ook nog de Induction Furnace. Dat was weer de geüpgraded versie, maar daar zijn we nog lang niet. Dat is deze kant van het verhaal. Aan de andere kant, Power Gen. Ik denk dat ze redelijk aan het leeg gaan zijn. Ik denk dat hij het amper kan bijhouden. Oh, zo. Langzaamaan een stand opbouwen. Mag ja, maakt niet uit. Is mooi. Is alleen maar mooi. Ze hebben lekker energie. Voor de kost van. van elektriciteit. Nobody gives a fuck. Dus ja, dat is elektriciteit. En willen we nog een machine? Ik vergeet er volgens mij nog één. Ik had er nog een plan. IC2. Trouwens, de solar panel compacting ding zit erin. Die heb ik niet genurfd. Mensen vragen de hele tijd af, Tim, wat nerf je allemaal? Ik nerf best veel, maar die niet.
Dus ja, zo. There you go. High voltage solar array. Kost je gigantisch veel craften. Maar als je er zin in hebt, go ahead. Ik wou nog iets doen. I don't know what. Komen we volgende keer wel weer op, denk ik. Sterling, steam, vette dingen. Reactor heat edge, whatever. Condenser, bottling, fluid, liquid heat exchanger. Solar distiller, steam boiler, item buffer. Ik denk dat ik het wel heb. De teleporter wil ik sowieso. De teleporter is vet. Geen vragen. Terraformer? Kun je daar niet de biome mee veranderen? Voor mij was dat een hele grap. Chunkloader? Je hebt chunkloaders van IC2? I did not know. Maar, ik wil er wel in. Puur om te kijken hoeveel energie het kost. Oh, bijna. Zo. Aha. Ik zag hem hier. Ik heb toch template. Dat is grappig. 8. Ik heb er 4 nodig, maar alsnog. We hebben ze sowieso wel nodig. Tin, pinplay, chunkloader, hier. 2 lapis en een enderpearl. 2 lapis. Lapis en een enderpearl. 2 lapis. Ik heb niet zo heel veel lapis meer. En een enderpearl. Enderpearl. Nog eentje? Ja. Ik zou graag een chunkloader willen, dank u. Oh, en een basic machine case. Die kan ik ook nog maken. Als het goed is, ja, iron. Bloop. Blij dat ik het zo heb gedaan. Chunkloader. Power tier 1. Ik denk dat ik die hier wil hebben. Gewoon puur out of sight, out of mind. What? Okay. Voor mij geeft dit aan welke chunks geladen zijn. Met een vage map. Dus dit is de molen. Dit is waar de solar panels staan. Dus die is ook al geladen. Dat is dat hoekje. En dit is dan de berg die kan terraformen. Grappig. Dus F9. Oh nee, F3G is het. Dus het is echt net niet de generators. Even kijken, het is net niet de generators. Het is deze. Oh, ik heb heerlijk de base op niet de chunk boundaries gebouwd. Oepsie. F3G. En hoeveel kost je per tik? Staat dat erbij? Geen idee. Either way. Either way. Niet nu. Wel awesome. Dus ik zeg voor nu. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.